Zo, ik heb volgens mij nog nooit zo een vlog geopend, maar welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend heel erg vroeg en eindelijk kan ik weer een weekje vloggen. Ik heb vanmorgen een paar uurtjes vrijgenomen die ik nog te compenseren had om naar de kapper te gaan. Want ik heb een gigantische uitgroei zoals je ziet. Daar hebben jullie nu heel mooi zicht op. Dus ik ga even naar Roppeto. Want morgen trouwt mijn vriendin Lily met haar jeugdliefde. Jeugd. We zijn natuurlijk eigenlijk nog steeds jeugd, hè? Met haar jeugdliefde Victor. Die hebben jullie vorig jaar misschien in onze Ibiza vlog gezien. Want daar waren wij een paar dagen met ze. En toen wij weer in Nederland waren, heeft hij haar heel mooi bij de Esvedra Rots ten huwelijk gevraagd. Dus dat is morgen. Dus ik wil wel dat mijn haar een beetje tomer is. Dus ik doe nu snel mijn schoenen aan. En dan ga ik. Nog even voor jullie de before situatie. Lekker donker. Dus ik heb gevraagd of ik voor de zomer weer even goed wit mag. Want mijn punten zijn wel nog heel licht. Maar die mogen nog ook wel ietsje opgefrist worden. We kunnen gewoon door blijven lullen. Maakt allemaal niet uit. Het grovere geschut haalt ze erbij. We gaan zo opstijgen. Prepare. Dus voor take-off. Nou, ik ben weer blonder. Top. En meteen gefeest voor morgen. Het regent, dus ik ga heel eventjes wachten tot het droog is. Maar ik ben net mooi gefeest voor morgen. Maar ik ben echt super blij met de kleur. Hoop dat jullie dat goed kunnen zien. Ik moet weer heel even inkomen met vloggen, maar ik ben weer thuis. Ik moest dus straks door de regen fietsen, dus daar was ik iets minder blij mee. Of had ik dat nou wel gezegd? Ik ben het ook helemaal kwijt. Ik heb net eventjes hier gewerkt, 2 laptops strong. En ik heb nu een zakelijke afspraak bij de bakkerswinkel. Dus daar ga ik nu heen fietsen en hopelijk blijft het droog. Goedemorgen, het is hier een make-uploze ochtend. Maar het licht is mij goed gezien vandaag, zie ik. Gelukkig. Want we hebben natuurlijk vanmiddag de bruiloft. En het is nu 8:30 ochtends. Och, gaat lekker. We hebben even een auto van vrienden geleend. Want we gaan een nieuwe auto kopen. Yay! We hebben een hele mooie auto gezien waar we al een tijdje naar op zoek waren. En voor gespaard hebben. En die komt uit Houten. En die gaan we nu even bekijken. We hebben hem wel laten checken bij een garage. Even een testritje maken. En dan als het goed is, als alles bevalt, nemen we hem direct mee. En kunnen we daar vanmiddag ook gewoon mee naar de wedding. Jee, we hebben weer een auto. Ik heb hem net weer naar Amsterdam gereden. Dus ik sta nu bij mezelf in de straat. Ik moet nog even betalen, want parkeervergunning moet ik nog maandag even regelen. Maar er is geen wachtlijst bij ons, dus dat is heel relaxed. Dus ik zal hem zo even van buiten laten zien. Jee, 1 voor Fries en eentje voor mij. Yes, ik ben echt heel erg blij. Ik vond het ook wel eens goed om eens te kijken hoe het is zonder auto. Maar na 2 maanden waren we het allebei heel erg zat. Vooral omdat we nu een prematuur kindje in de familie hebben die natuurlijk nog in het ziekenhuis ligt, in een couveuse. En het is gewoon fijn dat je daarheen kan als dat kan. Hopelijk is dat snel. Dus, en vanmiddag naar de bruiloft hadden we eigenlijk een auto gehuurd. Dat heb ik weer afgezegd via Snapcar. En kunnen we gewoon lekker met onze eigen auto. Kijk, mijn knappe man is even. Let niet op de rommel hier zo. We zijn echt ontploft en we hebben haast. Fries, draai even om dan. Die ziet er heel mooi uit. Oh ja, en hiermee heb ik mijn haar gekruld. Ik ga het jullie later even zien. Ik heb van T3 allemaal echt super mooie krultangen gekregen. Die zijn wit met roze goud. En hiermee heb ik net mijn haar gekruld. Nou wil mijn haar niet heel erg krullen, maar ik wil ook een beetje die slag erin. En dat is wel gelukt. Zo ook. Ja. Ik voel me trouwens echt een voetbalvrouw. Maar dat komt ook misschien een beetje door het jurkje. En mijn tepels schijnen dus heel erg doorheen. Maar ik heb niet van die stickers die het afplakken. En toen ik de jurk paste, was dat helemaal niet zo. Maar hij is dus kort. En ik heb er schoentjes onder van Mango. En ja, misschien komt het ook omdat ik mijn haar normaal niet gekruld heb. Maar goed, dan maar een keertje door het leven als voetbalvrouw of poppetje. Dat is hem. En we zijn onderweg. Hoe rijdt de auto, Fries? Ben je blij? Heerlijk. Toch nog een Duitse auto, hè? Ja.
Dit is de day after. Het was echt een geweldig mooie bruiloft gisteren. Niet normaal. Ik hoop dat ik jullie wat beelden kan laten zien. Die jullie dan net gezien hebben. Ik ben knetterbrak. Ik was de Bob. Dus je zou zeggen dat je dan beloond wordt met een fitte dag. Maar ik heb echt meegeknalde koppijn. Kreeg ik vannacht al. Dus ik lig al de hele dag op de bank. Het is al nu 1 uur of 3. Dus ik heb net geslapen en gedoucht. Friso die is werken. En ik zit hier nu heerlijk aan een bittere garnituurtje. Want daar heb je toch altijd zo onwijs zin in als je een kater hebt. Zo, ik ben weer in het land der levenden. Ik ben vandaag met de auto naar mijn werk. Omdat we natuurlijk nog geen parkeervergunning in de straat hebben. En bij mijn werk kan ik gratis parkeren. En dan ga ik vanavond even vergunning bij het stadsloket aanvragen. Verder heb ik volgens mij een hele normale werkdag. Zo, de parkeervergunning is al geregeld. Die staat al aan. Dus ik hoef niet meer los te betalen in ieder geval. En nu is het 8:10. Friso is pas over 1 uurtje thuis. Ik vraag even of hij boodschappen meeneemt. En dan komt nu een vriendin die bij mij in de buurt woont. Even een theetje doen, want het lijkt de afgelopen weken wel onmogelijk om elkaar te zien. Dus dan maar even 1 uurtje een theetje en even bijkletsen snel. Voor we overgaan tot het avondmaal. Ondertussen heeft hier zich iemand nog steeds niet verroerd. Leef je nog, hè? Hè? Heb je een beetje een zwaar leven? Ja, oh ja, ik zie het al. Heel zwaar. Ik zit bij Maison PR, dus een PR-bureau wat bij ons in de buurt zit. Dus we zijn even aan het buurten. En ik heb hier allemaal hele leuke producten op de grond liggen. Dus ga ik even laten zien. Dit is Revolution. Dit is te koop bij Trekpleister. En die hebben allemaal super leuke, heel mooie paletten. Hier zitten ook allemaal kleurtjes in. En deze vind ik heel tof. Deze kwam uit een hele uit een test kwam deze heel hoog. Dat deze ook echt belooft factor 30 te hebben. En het ook echt heeft. Altijd handig als je dat koopt. En dit kun je bij Kruidvat kopen, toch? Ja. Zeg ik het goed? Yes. Ik kan die naam niet uitspreken, maar dat maakt het niet uit. Want het is chocola. Dat is altijd goed. Maar Chocise. Hele leuke verpakking. Chocise. Ik wil nog heel even dit aan jullie showen. Dit is het beachboek wat ik afgelopen... Fijne avond. Wat ik afgelopen weken heb gemaakt met de redactie. Niet ik in mijn eentje gelukkig. Want het is nogal een klus. Dat zijn in totaal... Hoeveel zijn er? Meer dan 114 pagina's die we vullen. En dat doen we even naast het reguliere nummer. En dit is echt gewoon het allerleukste boek om mee te nemen naar het strand. Kijk, boven de 20 jaar is dit misschien net iets te kinderachtig voor je. Maar misschien heb je een nichtje of buurmeisje. En dan is dit natuurlijk het allerleukst. Zo, ik ben thuis. En ik moet een beetje een vlog-inhaalslag maken. Want ik heb jullie op mijn werkdagen weer een beetje verwaarloosd. Maar nu ben ik weer thuis. Dus zoals ik net al zei, Friso die is vandaag een dag vrij geweest. En die heeft de boel even lekker de boel gelaten. Toch, schat? Toch, moppie? Zekers. En ik ga even deze situatie, want dit ziet er niet meer uit. Ik heb ineens hele lange nagels. En mijn nagellak is er al vanaf. Dus even de before en dan zo meteen de after. En ondertussen even een vlogje van Noor van Queen of Jetlags kijken. Zo, mijn nageltjes zijn weer keurig normaal en weer even zonder nagellak. Want ik merk toch wel dat de bovenkant dan... beetje geel wordt als ik een tijdje nagellak heb gedragen. Dus ik laat ze weer even normaal worden. En nu moet ik een Instagram betaalde campagne maken. Met dit merk. Ik ga het ook echt testen. Ik heb het nog niet getest. Ik ga het er ook een beetje netjes bij vermelden. Dit is van het merk Yoon. En die werken met probiotica tegen acne. En dat bestaat uit een reinigingsstap en een behandelstap. En die werken dus echt op die slechte bacteriën op je huid. Dus eerst nu even de foto's maken. En dan hopelijk kan ik jullie over 4 weken vertellen of het werkt of niet. Ik moet eerst eventjes eten met Fries. We hebben een vegetarische iets. En gegrilde groenten. Had je geen aubergine? Oh, er zit ook aubergine bij. Zeker. En aardappeltjes. Wat fijn, wat fijn. We gaan
gaan even spontaan naar het Amsterdamse bos, omdat het mooi weer is. Even een frisse neus halen. En ik heb net dus even de foto's voor die campagne gemaakt. En ik heb nog even een foto dan nodig voor op mijn Instagram wall zelf, dus geen Insta Stories. Dus die hoop ik daar even te kunnen maken. Dus het is golden hour dan een beetje. Hoe scheef staat mijn bril trouwens? Hoe dan? Ik ben gewoon scheef. Mooi. Wat was je nou aan het vertellen? Dan hoef je niet eens te stoppen als de camera. Dit vindt Fries mooi. Die rode bes. Ik ben lekker gedoucht en ik gebruik dus sinds kort deze super handige hair towel. Hier zit dus al mijn haar in. Hij heet iets van Aquarius of zo. Of something wil ik zeggen. Of zoiets. Ik zal even de link onder de video plaatsen. Maar dit is gemaakt van... Oké, heel duidelijk verhaal dit. Van een soort microvezelstof, wat dus heel veel vocht heel snel opneemt. En waardoor je dus niet meer hoeft te wrijven en je haar beschadigt. En je maakt het handig vast met zo'n knoopje hiervoor. Ik zal het laten zien. Zo. Zo werkt het. Ik ben helemaal verregend aangekomen bij H&M, bij de showroom en hoofdkantoor in 1. Ik heb een afspraak voor Cosmic Girls. Ik ga even terug. Niet grappig. Ik heb een paraplu van Aniet gekregen, maar het waait zo hard en ik moet nu nog naar een ander event van Primark. Zo leuk dit. Ik ben nu bij Primark event en dit is dus allemaal fall winter. Super leuk. Het is vrijdag en ik ben eindelijk vrij. Ik plak er nog even een klein vlogdagje aan vast. Omdat ik op mijn werkdag gewoon echt helemaal niet goed kan vloggen. Ik leer dat gewoon niet. Ik zit de hele dag achter een bureau. En ja, dat vind ik gewoon niet zo heel spannend voor jullie. Als jullie dat wel willen zien, moeten jullie dat trouwens maar zeggen. Laat maar weten. Maar wat ik nu even wil laten zien is een shoplog van Chiquelle. Dat is een nieuw Zweeds merk wat nu in Nederland verkrijgbaar is. En als je dat online bestelt, heb je dat binnen 1 tot 3 werkdagen heb je dat op je deurmat liggen. Het wordt verzonden via DHL en je kunt betalen met iDeal. En dat vind ik altijd wel heel erg handig. Dus ik heb daar wat producten van gekregen. Zal ik jullie heel even laten zien. Beginnende met deze heerlijke zomerse soepjurk. Ik wijk heel eventjes uit naar de gang, want daar heb ik mijn grote spiegel staan. Maar dit is die jurk. Misschien moet ik wel het bovenste knoopje dicht doen, anders heb ik een klein beetje inkijk. Yes. Zo, dus dit is een heerlijke zomerse jurk. Heel lekker vallend soepel stofje. En ik zocht zoiets met die knoopjes in het midden. Echt super leuk. Zo zit hij. Met bikerboots of slippertjes of sneakertjes. Je moet er even heel duidelijk een andere BH onder, zoals jullie zien. Maar goed, even om jullie een idee te geven. Ik heb er even een eigen... Nou, het gaat wel echt lekker. Eerst het knoopje, nu die zak. Ik heb er even een mom jeans van mezelf onder gedaan. Maar dit is een nieuwe top. Hij is iets minder nieuw dan nu lijkt. Hij is iets meer roze volgens mij. Misschien valt het op jullie beeldscherm wel mee. En dit vind ik gewoon heel erg handig voor naar werk met een mooie pantalon. En een gladde BH of onder een colbertje. En dan heb ik als laatste deze trui met heel leuke pofmouwen. Hij zit hier aan het begin zeg maar strak. En dan hierboven, kun je het zo zien? Ja, poft hij lekker. En is gewoon van een geript stofje lekker fel rood. Dat vind ik altijd wel heel leuk staan.
Ik plaats trouwens linkjes van alle items onder de video. Met deze trui ben ik misschien wel het allerblijst. Ik was al een tijdje op zoek naar zo'n zachte knit. En hij is een beetje zo gemêleerd, dat ik zo laat zien. En hier ben ik heel blij mee, dus zit heel erg lekker, chill. Zo. En ik mag jullie een kortingscode geven, dus kijk eventjes onder deze video of ik zet het hier even in het scherm. En dan krijgen jullie 15% korting. Ik moet dit ook echt opruimen vandaag. Dit is van al die krultangen. Kijk, van dat tea tree wat ik heb gekregen. En daar heb ik dus allemaal opzetstukken voor, dus ik ga daar even een leuk mandje voor zoeken in de stad. Er zit allemaal stof op. Kijk hoe leuk. Die Fine Girls Cascading Waves. Polished Girls. En dan heb ik echt een super mooie föhn gekregen met een föhnborstel. Nou, dit krijg ik natuurlijk weer niet open. Kijk even hoe mooi deze föhn en föhnborstel zijn. Dit is toch niet normaal? Echt super tof. Dan ga ik nu de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik kan niet beloven dat ik iedere week vlog, maar dat weten jullie inmiddels wel van mij. Ik denk dat ik aankomende week weer niet vlog en de week erop juist weer wel. Dus misschien dat ik een beetje dit om de week ritme vast kan proberen te houden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond om meer vlog van mij te zien. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren.